Dit zijn dingen die ik zou kopen door TikTok. En dit is gewoon een kleine airconditioning die je zeg maar op je tas kan zetten of op je broek of waar dan ook. En als je dan over straat loopt, dan heb je het niet warm. Wajo. En wat hebben we hier? Dit is een bordje. Wat? Oké, dat is echt heel erg cool. Dit zijn dus bordjes waarmee je als het ware een boterham maakt. Dus de eerste bordje lijkt op een boterham, de andere op een slaatje. En zo door en door en door. Ja, dat staat oprecht wel heel erg leuk in de kast. Dit is een product en als je last van je voeten hebt, dan kan je zeg maar zo je voet erop zetten en dan kraakt dat heel je voet en dat voelt blijkbaar dan heel erg chill. Zeg maar, waarom ik dit zou kopen door TikTok, is omdat ik soms best wel last heb van mijn voeten. Dus die dingen lijken me oprecht heel chill. Even voor de duidelijkheid, ik word door geen enkel product gesponsord in deze video. Al deze producten waar ik naar kijk, vind ik gewoon leuk. My girlfriend cheated on me, maar dit heeft hij nog mee van aangenomen. Dit is dus een spiegel en een soort van houder en die kan je dus zo op de muur plakken en ja, dan kan je daar je zeep in doen en naar jezelf kijken. Dat is oprecht super chill. Deze kam, als je daar je haren mee kampt, dan komen er natuurlijk allemaal haren in die kam. Maar als je op dat knopje drukt, dan gaan die haren zeg maar weg. Dan is je kam dus altijd schoon. Zeg maar, heb jij ooit in je leven een schone kam gezien? Er zitten altijd allemaal haren in en zo. Misschien niet een kam, maar een borstel bedoel ik. Een haarborstel. Die zijn nooit schoon. En deze wel. Of als je telefoon vies is, spray. Spray, hoppakee, met dat ding eroverheen. En kijk hoe schoon dit scherm dan is. Why, yo. Ik heb dat ook gewoon nodig. Kijk hoe vies mijn scherm is. Waar is dat product? Oké, wat hebben we hier? De slechtste deel van een vriendje hebben is dat hij nooit goede foto's maakt. Nou, ik maak super foto's hoor. Maar deze mevrouw heeft een spiegel geplakt op de hoesje. En als ze dan een selfie maakt, kan ze in die spiegel kijken. Oftewel, je hebt de beste selfies. Eerlijk is eerlijk. Dat is echt wel heel erg slim. Zo kan je dus altijd gewoon weten dat je jezelf bijvoorbeeld goed filmt door dat kleine spiegeltje. Oké, we hebben hier een ding en die kan je in je stopcontact doen en daardoor heb je dus heel veel stopcontacten. Dus al die dingen kunnen erin, er kunnen USB's in en hij kan zelfs licht geven. Wat? Dat is oprecht heel erg chill. Dus je maakt gewoon van een stopcontact een super stopcontact eigenlijk door dit product. Dat is oprecht wel heel erg chill, laten we eerlijk zijn. Oké, wat hebben we hier? Ze doet het onder tenen. Oké, dat ziet er heel gek uit. Het lijkt een soort van voetenonderbroek en onder heb je ook zo'n ding en wat? Oh! Ah, ik snap het al. Dat zijn eigenlijk gewoon sokken. Maar dan zie je niks van een sok als je je schoen aandoet. Omdat die sokken zo minimaal zijn. Oprecht, dat is wel heel erg slim. Dit is zo'n ding dat zeg maar je kamer lekker laat ruiken. En je lucht volgens mij meer water geeft en zo. En ja, het ziet er gewoon ook nog eens super cool uit. Ja, oprecht, het ziet er heel cool uit. Hij kan dus zeg maar rondjes schieten, maar hij kan ook gewoon normaal schieten. Ja, ik vond het heel erg tof. Dit is een mini mixer. Hoppakee, twee ijsjes erin, cornflakes erbij. Oké, moet je die stokjes niet eruit trekken en dan druk je op het knopje eronder en dan mixt het. Gewoon letterlijk, het is een flesje die ook nog eens kan mixen. Dus je hebt niet zo'n enorme mixer nodig. Nee, je hebt letterlijk gewoon een flesje, stop je product in. Onder druk je op het knopje en boom, je hebt de shaky. Dat is oprecht echt heel erg cool. Dit is echt de coolste lamp ter wereld. Daar gaan jullie het 100% met mij over eens zijn. Kijk, ze draait de lamp om, ze tikt op de bovenkant en kijk, dit ziet er toch echt heel mooi uit. Laten we even heel eerlijk, dit ziet er echt heel cool. Hoe dan? Hoe kan een lamp zo cool zijn? Dit lijkt gewoon een lamp die gewoon straight out of Disney komt, zeg maar. Gewoon uit de Disney film is deze lamp gewoon gepakt en meegenomen. Dat is een hele coole lamp. Oh, we hebben hier opnieuw een lamp. Deze lamp is al... Oh, wat? Oké, volgens mij moet je de plastic er nog afhalen. Ja, wajo. Dit is gewoon zelf soort lamp, maar dan, ja, in een andere vorm. Hey, je hebt ze ook nog eens in verschillende vormen, deze lampen. Wajo. TikTok liet het mij kopen. Oké, wat is dit? Oké, je plakt het op je deur en wanneer je dat ding dan naar boven schuift, is je deur als het ware op slot, want niemand kan de klink naar beneden doen. Dat is geniaal. Dat is oprecht geniaal. Het is gewoon een makkelijk slot die je gewoon op je deur kan plakken. Je hoeft niet helemaal moeilijk te doen. Je hoeft geen schroeven erin te boren. Dit is... Ik ben oprecht voor het eerst dat ik echt denk... Dit is gewoon een miljoenen idee. Dit is oprecht echt geniaal. Klant, als ik de boot kan laten zinken, kan ik dan een nieuwe krijgen? Natuurlijk, maar dat gaat je nooit lukken. Dit is dus gewoon een product met een bootje erin. En het is gewoon onmogelijk
om dat bootje te kunnen laten zinken. Dat is toch echt een lijp speeltje, laten we heel eerlijk zijn. Deze persoon die gooit zijn kussens op de deur, omdat hij te lui is om de deur dicht te doen. Maar toen kocht hij dit product. Je plakt het zo op deze manier. Je doet het daar omheen en dan gaat de deur automatisch dicht. Oké, dat is oprecht wel heel erg slim. Dit is oprecht weer zo'n idee. Echt zo weer zo'n miljoenen idee of zo. Er zijn goede producten in deze TikToks. Oh nee, de doko! De doko! Oké, wat gaat er gebeuren? Er komt zeep uit. Wat? Dit is gewoon een soort van tandenborstel waarmee je de poten van de hond kan schoonmaken. Die hond zit ook keihard te chillen. Volgens mij vindt die hond het ook nog eens zwaar relaxed. En hoppakee, nu heeft het hondje schone pootjes en wordt niet het hele huis vies. Best thing that I ever bought op TikTok. Oftewel, het beste wat ik ooit op TikTok heb gekocht. En dat is dus dit. Oeh, ja, dat is nice. Dat is nice. Het is gewoon een klein vierkantje en die kan gewoon een soort tv-scherm op je muur tonen. Oftewel, het is gewoon een projector, maar dan van TikTok. Zeg maar, er is niks bijzonders hier aan. Je kan letterlijk nu naar elke winkel lopen die technologie verkoopt en ze hebben zo'n ding waarschijnlijk. Nou ja, niet elke winkel, maar veel winkels. Dit is een zonnebril, maar deze zonnebril is next level. Want kijk, hij kan donkerder worden. En dat kan hij niet het enige. Er zitten ook speakers in deze zonnebril. En hij kan dus donkerder worden. En er was nog iets volgens mij, wat hij kon. Oh nee, dat was het. Oh, ja, maar hey, dat is oprecht wel heel erg cool. Dus je kan hem zeg maar donkerder maken als de zon wat feller is. En je hebt ook nog speakers erin. En je kan dus gewoon bellen en muziek luisteren door die zonnebril. Dit is het product voor iedereen die een hond heeft. Namelijk, je kan daar een tennisbal in doen. Dan kan je een balletje gooien. Uit de achterkant komt water. En daaronder kan je de brokjes stoppen. Oftewel, je hebt gewoon alles. Zelfs de poepzakjes kunnen erin. Zelfs de poepzakjes. En zelfs een poepschepje, zodat je niet zelf... Ja, ik snap ook niet. Zeg maar, je kan toch je hand gewoon in die poepzakjes doen en dan zo daar binnen trekken. Maar hey, je hebt zelfs een je hebt zelfs zo'n schepje. Ja, zelfs je hebt zelfs dat. En voor al mijn Belgische kijkers, poep bedoel ik je uitwerpsel mee. Oké? Dan snappen jullie het ook. Oké, we gaan door naar de volgende TikTok. En de volgende TikTok is dit. Het is letterlijk een rondje, maar je kan er gewoon alles in stoppen. Letterlijk alles. Kijk eens aan. Hoppakee, je pen. En wat hebben we hier? Dit is een spray en die doe je op je kussens en dan kan je blijkbaar beter slapen. Wat? Oké, dat is ook heel chill. En dit is een balletje. En wat doet dit balletje? Oh, die zorgt ervoor dat er niet te veel tandenpasta komt op je... Dus dat je gewoon echt minimaal aantal tandenpasta gebruikt. Wat al genoeg is om je tanden mee te poetsen. Dan heb je nooit te veel tandenpasta. Dit waren gewoon drie producten die allemaal top waren. Dit is een massagemachine. Wat? Oké, dat is echt chill. Je kan gewoon je spieren hiermee masseren op deze manier. Dat is oprecht wel echt heel erg top. Al heb je niet eens een massage nodig, je kan jezelf gewoon laten masseren door dat ding. Hoe chill is dat? Deze gozer gaat next level de ruiten wassen. Hij doet zeep zo erop. Hoppakee. En wat gaat er nu gebeuren? Hij doet dat ding aan de andere kant. En zo door een magneet kan hij nu in één keer beide kanten van het raam wassen. Dat is echt geniaal. Dat is echt zo slim. Kijk hem gaan dan. 3, 2, 1. Hoppa. In één keer doet hij nu beide kanten. Dat is oprecht geniaal. Dat is en heel erg effectief. En ja, hoe wil je anders de buitenkant van je raam wassen? Dan moet je een hele heftruck bestellen ofzo. Deze gozer heeft zo'n ding, weet je wel. Wat je altijd op TikTok ziet. Waarmee je zo ijs kan schrapen in rondjes. En hij gaat hem nu gebruiken. Dus laten we kijken hoe dat eruit ziet. We spoelen wel even door, want hij gaat allemaal praten. Maar kijk, hij doet het ijs zo erop. Hij prakt het op deze manier. Dit soort filmpjes heb je sowieso wel eens op TikTok gezien. In ieder geval, dit heb ik heel vaak op TikTok gezien. En zo kan je dus je eigen ijs maken met dit ding. Hoppakee, oké, we spoelen nog even iets meer door. En kijk eens aan, je mixt het een beetje. En nu kan je zo op deze manier ijs maken. Dit is gewoon je eigen ijsmachine eigenlijk. Dat is echt wel heel ziek. Zeg maar, ik heb die dingen zo vaak op TikTok gezien. En ik wist niet, ja, dat je dit ook daadwerkelijk kon kopen. In ieder geval, dames en heren, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En ik heb hier nog één super toffe video. Ja, dit zijn nog meer producten die ik heb gekocht door TikTok. Of ja, gewoon producten die ik tof vind. Ik word trouwens nog steeds door geen enkel product gesponsord waarop we gereageerd hebben. Dus dat even voor de duidelijkheid. Maar hey, klik op deze video als je nog meer dingen wilt zien die ik gekocht heb door TikTok. En dan zeg ik, Mick out.